Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe week leesvlog. Het is maandagochtend, 10:15 en ik heb net even 2 blogs snel geschreven. Moet ik vandaag nog wel een paar keer doen, maar ik doe het een beetje afwisselend met wat huishoudelijke klusjes zoals strijken. Kijk, hij staat al klaar, zo goed als. Dus mijn doel is vandaag om in ieder geval wel productief te zijn. Ik ga blog schrijven. Strijken. Ik heb al getankt en de vaatwasser draait, dus ben goed bezig. Ook wil ik deze week weer een goede leesweek krijgen. Ik heb namelijk heel veel boeken staan die ik nog moet lezen en er zitten er heel veel bij waar ik gewoon naar uitkijk om te gaan lezen. Maar dat zijn dan boeken die ik zelf heb gekocht en nou ja, recensie-exemplaren gaan voor, zeker omdat ik er nog een aantal heb liggen. Mijn doel voor deze week is Amalia's erfenis uitlezen. Ik ga hier vandaag straks, zodra ik klaar ben hiermee, ga ik hier verder inlezen. Ik ben een beetje, nou ja, soort van op de helft. Ik zit op bladzijde 145 van de, nou nog net geen 300 bladzijden. Dus echt zo goed als op de helft. En het leest lekker weg. Dus ik denk dat ik hier vandaag wel een flinke spurt in kan maken. Want ik hoef voor de rest niet heel veel te doen. Ik moet wel Thomas en Amy uit school halen. Amy loopt nog steeds met krukken, dus morgen eindelijk de uitslag van de MRI, dus ik ben benieuwd wat eruit komt. En ik hoef verder geen boodschap te doen, misschien een pakketje wegbrengen, maar ik weet niet of die winkel open is waar ik dat normaal doe. En verder eigenlijk vrij weinig. Koken valt mee, want Amy en ik hebben een salade en de rest krijgt wat ik gisteren over had. Dus het is een beetje opwarmen, ook heel simpel. Ik denk, word ik nou grijs, maar het is opgelicht zaterdag in de zon, mijn blonde plukken. Maar ja, mijn leesdoel is dus om Amalia's erfenis uit te lezen. En ik wil het tweede boek in Thuis in Trinity uitlezen. Of gaan, nou ja, ik moet erin gaan beginnen ook al. Want kijk of ik dat kan laten zien, want het is zo'n zwaar boek. Hoofdstuk 1 in het tweede boek. En die heet De Keuze van de Vroedvrouw. Ik weet niet hoeveel pagina's die heeft. Want als je ziet waar ik, wat ik heb gelezen, wat nog moet. Ik denk dat dat hier een beetje in de helft, zeg maar, het tweede boek, zeg maar, zal eindigen. Dus ik heb anderhalve boek, zegt dat goed? Anderhalf boek die ik in ieder geval wil lezen. En als ik die uit heb deze week, als dat lukt, dan pak ik weer een recensie-exemplaar die boven ligt om verder te gaan lezen. Vandaag komt ook het derde deel binnen van die serie van Sarah J. Maas, De Glazen Troon. Ik heb alleen deel 1 nog maar gelezen. Deel 2 had ik, of heb ik klaar liggen voor deze maand. Omdat ik ook nog 3 series dit jaar uit wil lezen. En dat wordt ook nog lastig. Dus ik denk, ik ga deel 3 alvast bestellen. Dan heb ik die alvast in huis. Om na deel 2 te gaan lezen. Dus goede voornemens, goede plannen om te gaan volbrengen. Maar ja, dan moet ik het wel waarmaken. Dus ik ga nu lekker verder lezen in Amalia's erfenis. Met een kop thee en ik mag een tussendoortje inmiddels weer. Dus dat zal wel een eierkoek worden. Zien jullie het al? Dat ik al iets ben afgevallen? Nee, hè? Ik ook nog niet. Maar dat maakt niet uit. Ga goed bezig met het eten en lezen en genieten. Dus tot later. Doei doei. Bijna 7 uur. En hij is uit. Dat had ik niet verwacht dat ik hem vandaag uit zou kunnen lezen. Ik ben hier trouwens een beetje rood, maar ik ben met een pincet in de weer geweest. Ik vond het een heel interessant boek. Zeker omdat er geschiedenis in voorkomt, wat ook echt op waar gebeurde feiten is gebaseerd. Er zit ook een beetje fictie doorheen. In het nawoord, wat ik ook erg interessant vond om te lezen. Normaal lees ik niet altijd het nawoord. Maar bij deze wel. En daar lees je dan ook welke dingen in de verhaallijnen op waarheden zijn gebaseerd. Hoe de lijn naar ons eigen koningshuis loopt. Met bepaalde personages in het boek. Je leest over intriges. Over hoe een Amalia, dus de hoofdpersonage, zeg maar, hoe die van een, zeg maar, een soort van hofdame van een prinses echt helemaal op nou ja, klimt, zeg maar, tot een vrouw van naam. Die er alles aan doet om haar eigen kinderen goed te laten trouwen, zodat het, dat ze, zeg maar, van koninklijke bloeden op uiteindelijk gaan worden, zeg maar, die kinderen dan. Of in ieder geval een koninklijke lijn creëren met nageslacht. Ik vond het een heel interessant boek. Ik geef het 4 sterren.
Het is gewoon een heel mooi verhaal, geschiedenis. Ook de ontwikkeling in Amalia zelf, hoe zij van een, iemand die zeg maar een onderdaan is van een hogere vrouw, hoe die zich opwerkt en beslissingen moet nemen en heel veel te verduren krijgt in haar leven met, veel dood, zeg maar. Veel overlijden, zeg je dat? Nou ja, in ieder geval een zwaar leven. Zeker een aanrader als je van, toch wel een beetje historische romans houdt. Is dit absoluut een aanrader. Nou, het is pas maandag en ik ga gewoon al aan het tweede boek beginnen. Het tweede boek letterlijk in de trilogie, De Vroedvrouw van Trinity. Daar ga ik in starten, nog wel vandaag. Dus ik hoop dat ik die ook deze week uitkrijg. Want dan kan ik een derde boek gaan kiezen van mijn stapel. En vandaag kwam met de post het derde deel uit de Glazen Troon serie van Sarah J. Maas, Erfgenaam van Vuur. Ik hoop dat ik deel 2, die op mijn TBR stapel ligt voor deze maand ook echt kan lezen. Want het is vandaag de 20ste, 20 mei. Ja, 20 mei. Dus nog 11 dagen heeft deze maand. 11 dagen. Ik denk niet dat ik mijn hele TBR-stapel dan uitgelezen ga krijgen. Dat is een beetje, erg voorbarig geweest. Maar ik denk toch zeker wel dat ik nog wel een aantal boeken moet kunnen gaan uitlezen. Dus we gaan het zien. Ik ben tevreden met vandaag. Ik ben tevreden dat ik hem uit heb en dat ik ervan heb genoten. En dat ik kan gaan beginnen in het volgende boek. Dus ik zal morgen wel weer laten weten. Ik moet morgen om 10 uur naar de mondhygiëniste. En dat doet altijd zo'n pijn. Maar ja, het moet nu echt wel weer een keer. Want ik heb heel veel tandsteen. En ergens bij een zenuw hier doet het zeer als ik daarmee poets. Dus daarop poets. Dus moet wel. Dus morgen mondhygiëniste. En ik moet met Amy naar het ziekenhuis om 1:30 voor de uitslag van de MRI. Dus wel wat uitstapjes verder morgen. Maar ik ga ook wel weer lekker lezen morgen. Maar eerst nog vanavond verder in die dikke pil. Dus, bye bye. Goedemorgen. Ik ben terug van de mondhygiënist. Het is vandaag dinsdag trouwens. 11:15. Ik heb weer hele mooie tanden. Maar man, wat een drama. Ik vind het altijd echt geen prettig bezoekje. Ik voel me daarna ook echt altijd, dat ik denk van, volgens mij zijn al mijn tanden opeens anders. En ik had nu een andere mondhygiëniste. Die ging ook met een of ander haakje tussen al mijn tanden. Nou, ik dacht op een gegeven moment van, man, mijn kiezen vliegen er gewoon pat zo uit. Gelukkig niet gebeurd, maar ik ben in ieder geval weer klaar voor 1/2 jaar. En daar ben ik blij om. Dus dat heb ik achter de rug. Ik moest nog even daarna naar het kruidvat om wat andere tandenborstel te halen, want mijn tandvlees was ontstoken en ik moest even tandenstokers halen. Ik heb even bij de boeken gekeken, maar niks gekocht. Heel goed van mij, alhoewel. Mijn zusje appte mij gisteren heel de 10% korting nu bij Book Depository. Dus ik twijfel nog wel of ik misschien nog iets ga bestellen daarbij. Bij Book Depository. Ik weet nog niet wat. Ik wil eigenlijk de serie Keepers of the Lost Cities een beetje compleet maken. Ik heb er nog geen één van gelezen, maar staat zo leuk. En ik wilde wel een keer gaan beginnen. Dus ik ga er nog even over nadenken. Die korting loopt nog tot en met 2 juni. Dus ik heb nog eventjes. Ik heb vandaag dus nog ook niks gelezen, want ik heb Thomas naar school gebracht en toen moest ik, heb ik thuis even een kopje thee gedronken en een beetje zenuwachtig rondgelopen, totdat ik met de auto naar de mondhygiëniste kon. Amy is ziek thuis, die had gisteren al wat oorpijn. Nou, die ligt dus nu met snot verkouden en oorpijn op bed, maar we moeten wel om 1:30 naar het ziekenhuis, dus dan moet ze maar eventjes zich overheen zetten, want we moeten toch de uitslag weten. Ik heb dit gelezen in het tweede boek in Thuis in Trinity. Het tweede boek loopt trouwens vanaf pagina 325. Dat is zeg maar mijn startpagina. En ik zit nu op 342. Dus het is nog niet heel erg veel. Maar ik heb gisteren niet heel veel meer gelezen. Andries zei van, zullen we samen nog even een Netflix-serie kijken? Ik zeg, nou leuk, doen we. Met als gevolg dat ik een Netflix-serie zat te kijken en hij na 5 minuten in slaap viel. Dus what's new? Dus ik heb gisteren niet heel erg veel meer gelezen. Ik was ook best wel moe. En ik heb vannacht echt verschrikkelijk geslapen. Andries ging echt 3 keer. Waarom weet ik niet, want ik heb hem niet meer gesproken. Maar 3 keer uit zijn bed naar beneden helemaal en weer naar boven. Om vervolgens uiteindelijk op de bank te slapen. En daarna ben ik dus niet meer heel diep in slaap gekomen. Waardoor ik constant wakker werd van een mug.
En dan zou je denken, doe het licht aan, ook al is het 3 uur 's nachts en sla die mug dood. Maar het lampje bleek kapot in onze slaapkamer, dus ik had geen licht. Dus ik denk, ik ben maar half zo onder mijn deken gaan liggen, maar constant wakker, af en toe even zo omheen zo slaan in de hoop dat ik die mug zou raken. Niet gelukt. Dus meestal ben ik ben wel echt een ochtendmens. Dus ik heb nu nog niet zoiets van, ben echt doodmoe. Maar ik gok dat ik vanmiddag zo lichtelijk in ga storten. We gaan het zien. Het is dus nu, ik heb nu nog denk ik, even kijken, 2 uur zoiets voordat we naar het ziekenhuis moeten. Iets korter. Dus ik heb een kop thee. Ik ga even lezen. Daar, tussendoor doe ik even een was erin en hang ik een was op. Dus vandaag ga ik gewoon van alle vrije momenten genieten om te lezen. Ik moet nog wel een blog schrijven. Dat doe ik ook nog ergens tussendoor. Maar ik wil vandaag, ik begin dus nu op bladzijde 342. Ik wil vandaag wel pagina 400 halen. Dat is mijn doel. Dus dat moet lukken, 60 bladzijden over 1 dag. Dus daar gaan we voor. Pagina 400 moet mijn goal zijn. Of ik dat ga halen voordat ik ga slapen, dat weet ik niet. Wellicht laat ik het nog even weten via deze vlog. Maar nu even een zenmomentje met een boek en een kop thee. Ik hou ervan. En mooie schone tanden. Doei doei. Goedemiddag. Het is inmiddels 6:30. Ik zie er ook niet heel erg florissant meer uit. Ik merk dat ik een beetje moe begin te worden. Ik zit inmiddels op bladzijde 392. Dus die 400 ga ik wel aantikken vandaag. Op pagina 400, niet te lezen, 400 pagina's. Ik ben met Amy naar het ziekenhuis geweest en helaas moet zij geopereerd worden. Er is een stuk kraakbeen bij haar knie losgeraakt, geschoten, geknakt. Ik weet niet precies hoe dat heet. En door middel van een kijkoperatie op 6 juni gaan ze kijken of ze het stukje wat nu dus los ergens in haar knie zweeft, of ze dat weg gaan halen of dat ze het nog kunnen vastzetten. Dat gaan ze dan ter plekke bepalen. In beide gevallen zal ze na rust 4 weken en revalidatie en weer bij de fysio oefeningen gaan doen, zal ze waarschijnlijk weer pijnloos kunnen gaan hockeyen het nieuwe seizoen. Dus het was voor haar wel even schrikken, want ja, een operatie, ze heeft nog nooit een operatie gehad. Is dat natuurlijk, klinkt wel een beetje eng onder gele narcose en zo, maar ik denk dat het wel het beste is. Dus nou ja, dat hebben we vanmiddag gedaan, toen heb ik Thomas uit school gehaald. En toen kwam ik thuis en toen was net de pakketpostbus, mijn grote vriend de pakketpostman, stond nog in de straat. En die had dus bijna alles weer meegenomen, hè? Want er was dus weer niemand hier in de straat die mijn pakketjes kon aannemen. Terwijl ik een soort van algemeen punt hier ben om alle pakketjes van iedereen aan te nemen. Dus ik had mazzel, want daar zaten mijn boeken bij van Book Depository. Mijn bestelling had ik 1,5 week geleden gedaan, zoiets. Ik had besteld The 5, The Untold Lives of the Women Killed by Jack the Ripper. Ik ben lichtelijk gefascineerd door Jack the Ripper. En dit boek gaat dus over de 5 slachtoffers die hij heeft gemaakt en over hun leven. Dus dat vind ik wel een heel mooi boek. Ik weet niet of ik dit binnen nu en een jaar al zal gaan lezen, maar het is zeker wel een boek die ik ooit een keertje wil gaan lezen. En ik vond het gewoon echt een hele mooie editie. Staat hier ook, the victims of Jack the Ripper were never just prostitutes. They were daughters, wives, mothers, sisters and lovers. They were women. They were human beings. Een soort ode aan de slachtoffers, zeg maar. Ik bestelde ook Rainbow Powell, the number one New York Times bestseller, Carry On. Deze. Volgens mijn zusje een ontzettend goed boek. En ik dacht dat hij veel dunner was. Het viel eigenlijk wel mee. Hij is best wel dikkig, zeg maar. Dus ook over magie en draken. En nou ja, heel erg benieuwd. Dus die is binnen. Hoe? Van Maureen Johnson. The Vanishing Star. Het vervolg op Julie Devious. Die ik echt hoop deze maand te gaan lezen. Dus ik dacht van nou, laat ik alvast het vervolg al bestellen, omdat mijn zusjes ook achter elkaar heeft doorgelezen. Het is nou niet zo dat als mijn zusje zegt dat iets leuk is, dat ik het altijd koop hoor. Maar ja, als je toch in een soort van bui bent om iets leuks te kopen aan boeken en zij komt dan toevallig net met tips en tricks, dan doen we dat. Zelf kocht ik, nou ja, kocht ze allemaal zelf, maar deze kocht ik naar een recensie bij een booktuber, een Amerikaanse of Engelse booktuber. Dacht ik, die wil ik ook lezen. En dat is The 7 Deaths of Evelyn Hardcastle. Of Castle.
Rodrigues. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. In ieder geval schijnt ook een fantastisch boek te zijn. Dus die kwam ook binnen. Dat waren 4 boeken bij Book Depository. En die hebben dus nu 10% korting. Dus heel misschien komt er binnenkort nog een mini haul, zeg maar, van de Book Depository. Zij sturen ook altijd een leuke boekenlegger erbij. Sorry, I don't have time today, I'm booked. En dan booked natuurlijk gerelateerd aan boeken lezen. Erg leuk. Er kwam ook nog een recensie-exemplaar binnen voor Thomas eigenlijk, een kinderboek. Geos, denk dat je het op zijn Engels uit moet spreken. Geos United van Gerard van Gemert en Rudy Jonker. Over een voetbal, nou ja, over kinderen die gaan voetballen, zeg maar. En het is een soort, nou ja, met veel tekeningetjes. Ik zal het even laten zien. Echt iets wat Thomas fantastisch vindt. Een soort stripboekvorm. Met hele grappige dingen had ik al gezien. Dus dit is iets wat Thomas ideaal ook zelf kan lezen. Hij is nu nog zelf Dolfje Weerwolfje, een nieuw boek aan het lezen. En er ligt nog genoeg om voor te lezen. Maar om zelf te lezen had ik niet heel veel meer. Dus dit is echt een boek die hij leuk in bed zelf kan gaan lezen. Dus dat waren de nieuwe boeken. Ik doe ze nu elke keer ook in mijn vlog. Maar er komt altijd nog wel een aparte boekhaul natuurlijk. En ik ga verder in Thuis in Trinity. Mijn waterkoker is klaar. Dus ik ga een cappuccino pakken. En lekker lezen. En genieten van de rust. Want Thomas zit even boven te Robloxen. Amy ligt op bed. Want die was al ziek natuurlijk. En die heeft oorpijn. Dus die wilde even liggen. Venna is naar hockey. En Andries komt zo thuis. Om daarna binnen een half uur zelf naar hockey weer te gaan. Dus ik kan lekker chillen. Het strijkplank ligt er ook nog. Ik heb nog niet alles gestreken. Daar kwam ik niet meer aan toe. Morgen weer een dag. Dus doei doei. Hij zei ik vanishing star. Maar het is de vanishing ster. Trap. Ik heb even niet goed nagedacht. Maar dat nog even terzijde. Goedemorgen deze woensdag. Het is al bijna 11:30. Ik heb al heel veel gedaan vandaag. Amy is nog steeds ziek. Die zit daar, die heeft oorontsteking waarschijnlijk. Dus vanmiddag naar de dokter om daar even naar te laten kijken. Want ze had gisteren heel erg veel pijn. En die moet waarschijnlijk gewoon een kuurtje. Dus nou ja, die is lekker bezig met de knie en alles eromheen. Andries is vandaag jarig. Dus ik heb net nog even cadeautje voor hem gehaald. Hij had vanmorgen al douchegel en deo gekregen. Dat is eigenlijk een beetje standaard, maar het was toevallig ook op. Dus ik ben net nog even naar het winkelcentrum geweest. En daar ben ik bij de Wii geweest, de Wii. En daar heb ik 2 leuke shirts voor hem gekocht. En een korte broek. Dus ik hoop dat hij het leuk vindt. Hij moet het nog wel passen. En misschien gaat hij het wel ruilen omdat hij het niks vindt. Maar ik denk dat hij het wel leuk vindt. Dus dat krijgt hij vanavond als hij terugkomt van de hockeytraining. En ik ben geen boekenwinkel ingelopen. Want die is er niet meer. Die is weg. Dus ik denk, nou, dan laat ik dat ook maar niet doen. Ik heb wel voor Thomas, ik ga het niet allemaal laten zien, want dan ben ik even bezig, voor de zomer echt ontzettend veel leuke shirts en 3 korte broeken gekocht. En het was bij elkaar maar €55. Dus die is voor de zomer ook klaar. Ik heb boodschappen gedaan. De was buiten opgehangen. Nu kan ik even zitten totdat ik Thomas moet ophalen. Die is om 11:45 uit. En vanmiddag dan nog even naar de dokter. En vanavond komen mijn vader en mijn bonusmoeder waarschijnlijk nog even koffie drinken. Voor Andries verjaardag. Maar tussen alle bedrijven door wil ik natuurlijk gewoon wel verder lezen. Ik had natuurlijk gisteren als doel tot pagina 400 in ieder geval te komen. Nou, dat heb ik wel gehaald, want ik ben gekomen op 437. Ik heb net een halve bladzijde gelezen, dus ik zit nu op 438. En mijn doel voor vandaag is wel tot pagina 500 te komen. Want dat moet gewoon van mezelf. Ik heb namelijk wel het idee dat ik hem dan, het is vandaag woensdag, dat ik hem dan misschien wel morgen of uiterlijk overmorgen uit kan hebben. Niet dat hele dikke boek, maar het tweede boek in dit boek. Zodat ik weer even een ander boek kan gaan starten. Ook nog heel erg leuk, dan ga ik weer even staan, want ik moet het even pakken. Mijn zusje en ik zijn allebei hele grote lezers, zeg maar. Lezeressen. En zij leest eigenlijk alleen maar Engelse boeken. En ik ben daar ook natuurlijk steeds meer mee bezig. En toen zei ik tegen haar, ik zeg, joh, vind je het niet een keer leuk om een buddy read te doen? Dat zie ik wel eens bij YouTubers voorbij komen. Engelse of Amerikaanse YouTubers. Dus ik dacht, dat is misschien wel heel erg leuk. Dus toen zei ze, ja, lijkt me hartstikke leuk. Maar wat is dat? Dus ik zei van, nou, dan gaan we tegelijkertijd hetzelfde boek lezen. En dan maken we een soort schemaatje van
Binnen een week moet je bijvoorbeeld tot en met hoofdstuk 15, ik noem maar wat, komen. Dat je dus echt gelijktijdig dat boek leest en dat je er dan ook leuk over kan sparren, zeg maar. Dus dat wilden ze wel doen. Dus we hebben er twee ingepland. Eentje voor in de zomervakantie. Ik weet niet precies wanneer we starten, want ik weet niet wanneer zij vakantie heeft. En daar moeten we nog even over gaan kijken. En we hebben wel alvast het boek uitgezocht. Wij gaan dan Buddy readen. Het eerste deel van Keeper of the Lost Cities. Van Shannon Messenger. Dit schijnt echt een geweldige serie te zijn. Het is een middle grade serie. Beetje vergelijkbaar met Harry Potter qua sfeer en personages. Dus die gaan we samen lezen. En in september willen we het tweede deel van een ander Engels boek. Ik weet niet precies welke ze bedoelt. Ik dacht het tweede deel. Oh, ik ben niet bang dat alles omvalt. Volgens mij het tweede deel van deze. Maar ik weet het niet zeker. Dus als dat moet ik even checken. Want als ze dat bedoelt, want die komt in september uit, zei ze, moet ik deze daarvoor nog even lezen. Dus allemaal leuke plannen op leesgebied. Ik ga nu nog eventjes verder in Delia Parr. Thuis in Trinity. Voordat ik Thomas ga halen. En ik moet echt strijken verder vanmiddag. Want die strijkplank staat al 3 dagen in huis. En het schiet maar niet op. Dus ik hoop 500 pagina's te halen vandaag. Maar dat laat ik jullie weten. Dus doei doei. Nou, het is niet echt het allerbeste licht zo op mijn slaapkamer. Zo half in de zon. Maar ik wilde even zeggen, het is nu woensdagavond. 8:15, 8:30. En ik ben op bladzijde 500 gekomen. Dus dat doel heb ik bereikt. Ik zit inmiddels trouwens op bladzijde 502. En ik lees nog wel even door. Ik weet niet tot hoe laat, want ja, mijn man is ook jarig. Maar die is nu hockeyen, dus die is er zelf niet eens. Ik kreeg ook trouwens met de post nog een leuk boek, maar die ligt beneden. Dus die zal ik morgen wel even laten zien. Oh, erg zo. Wat ik trouwens wel heel erg leuk vind als ik op mijn slaapkamer ben, is dat ik de stapel boeken zie die ik nu deze maand al heb gelezen. Dat ga ik even laten zien. Dat is toch al best wel een heleboel. En hiernaast ligt het stapeltje, nou ja, is nog steeds al een flink stapel, die ik nog zou willen lezen deze maand. Maar ja, dat gaat me niet meer lukken, want dat zijn er nog wel veel voor 9 dagen. Jammer, want ik had echt goede hoop dat ik toch wel, ik heb een hele flink spurt gemaakt hoor, daar niet van, maar wat ik nog wel dan deze maand zou willen, is nog 9 dagen, is dat ik thuis in Trinity helemaal uitlees. Dus dat ik die eindelijk helemaal uit heb. En dan bijvoorbeeld nog één recensie-exemplaar zoals bijvoorbeeld deze. Dat ik in ieder geval nog, dan hou ik 4 boeken van het stapeltje over. Die vul ik dan weer aan met boeken voor de maand juni. Maar zover zijn we nog niet. We hebben nog 9 dagen. En wie weet lees ik gewoon nog veel meer. Je weet het niet. Ik ga nu nog even verder. En dan kijk ik voor morgen weer voor een nieuwe doelstelling voor wat betreft het aantal pagina's. Want dit boek, deel 2 zeg maar, loopt op bladzijde 631. Dus dat zijn nog maar 130 bladzijden. Dus dat zou ik morgen wel uit moeten kunnen hebben. Dus dan zou ik morgen al aan een van die boeken van de stapel kunnen beginnen. Want ik wil daar tussendoor even dan een ander boek lezen. Dus goed bezig. Morgen is donderdag. Dus dan kan ik donderdag aan een nieuw boek beginnen. Dus dan heb ik in ieder geval deze week al 1 boek uitgelezen. En deze, die heb ik ook al uit. Dus dan heb ik al 2 boeken uitgelezen deze week. Echt super goed bezig weer. Ik ga nu verder lezen. Lekker nog even mijn gezicht in het zonnetje zo op bed. En krijgen jullie morgen weer een nieuwe update. Dus en morgen moet de auto naar de garage. Maar volgens mij brengt mijn man hem zondag ochtends weg. Nadat ik Thomas naar school heb gebracht. En hoef ik hem alleen maar te halen op de fiets. Ik hoop alleen wel dan dat hij klaar is voordat ik Thomas weer uit school moet halen. Want anders heb ik daar wel even een probleempje mee. Maar geen zorgen voor de dag van morgen. Dat zien we morgen wel. Amy zal nog wel thuis blijven, want die is aan penicilline vanwege de oorontsteking. Maar als die zichzelf een beetje gaat vermaken, kan ik morgen, mijn hele strijk is weg, dus dat hoef ik niet meer te doen, kan ik morgen misschien wel even flink wat lezen. Dus we shall see. Tot morgen. Goedemorgen deze donderdag. Zonnige donderdag. Het is 9:30 geweest en ik heb vanmorgen Thomas naar school gebracht, de auto naar de garage en heb ik een leenfiets gekregen. Dan ben ik heerlijk in het zonnetje teruggefietst. Dus ik ben al best wel sportief bezig geweest vandaag.
vind ik zelf. Ik zit alleen met een probleem, want de auto is pas einde van de middag klaar. En ik moet Thomas uit school halen. En die zit hier niet heel dichtbij op school. Nou kan het wel op de fiets, dat is geen probleem. Alleen de leenfiets heeft natuurlijk geen kinderzitje. Dus ik denk dat ik maar even iets van een dekentje of zo op de bagagedrager moet doen. Want anders dan heeft hij vrij stijve billen als we thuiskomen. Maar ik ga vanmiddag dus nog een keer fietsen en nog een keer naar de garage fietsen om de auto weer op te halen. Dus goed bezig. Ook ben ik heel goed bezig in het boek Thuis in Trinity. Ik heb gisteravond tot 564 of zo kunnen lezen. Ik zit nu op 570. Ik ben pas net begonnen, want ik ben nog niet zo lang terug. En het boek is uit bij, voor mij 630 had ik gisteren gekeken. 633. Dus dat is 63 bladzijden. Nou, dat ga ik zeker halen vandaag. Dus dit tweede boek, wat hierin zit, het tweede boek van de drie, die heb ik vandaag uit. En dan ga ik eerst weer even een andere recensie-exemplaar pakken boven om in te starten. Ik weet nog niet welke ik ga doen. Ligt er helemaal aan dat als ik deze uit heb waar ik op dat moment zin in heb. Volgens mij liggen er drie recensie-exemplaren. Nog vijf boeken, waarvan drie recensie-exemplaren. Dus ik ga wel even kijken. Ik heb met mijn pincet hier zitten pulken. Zie je? Het is helemaal rood. Dus ik ben goed bezig. Mijn doel dus voor vandaag is deze uitlezen. Het tweede boek dan. Daarna moet ik nog één boek. En dan is dit hele dikke boek uit. Maar dat is voor later. Dit uitlezen en een beginnetje maken in een ander boek. Dus dat laat ik uiteraard weer even weten tussen de bedrijven door. Ik ga nu nog even lekker van het zonnetje genieten. Mijn was is opgevouwen. Ik moet zo wel even weer een was buiten ophangen. Maar alles op zijn tijd. Ik doe het rustig aan vandaag, heb ik mezelf voorgenomen. Ik ben de hele week al aan het racen naar dokters en ziekenhuizen en school en alles. Nu is het even me-time. Dus lekker lezen en tot later. Doei doei. Nee, het regent niet. Het is de vaatwasser die een beetje, nou ja, heel gek geluid maakt. Maar het loopt er niet uit, dus het gaat tot nu toe goed. Het is 10:10, nog steeds donderdag. En ik heb het tweede boek uit Thuis in Trinity. Dit is nog het stukje van het derde boek, wat ik wel hoop deze week te gaan starten. Maar ik leg hem nu dus even weg. Maar ik heb dus nu al twee boeken uitgelezen en het is pas donderdag. Ik heb besloten om nu Familie op de Vlucht van Dini Castello te lezen van uitgeverij De Fontijn. Dit is het derde boek wat ik van haar ga lezen. En de andere twee vond ik echt erg goed. Volgens mij heb ik er zelfs eentje 5 sterren gegeven. Ik weet alleen niet meer precies. In ieder geval De Verloren Kinderen en Het Meisje Zonder Naam. Volgens mij heb ik De Verloren Kinderen 5 sterren gegeven. Nou, de ander ook in ieder geval erg hoog. Ik vind het een erg prettige schrijfstijl. Het gaat altijd over kinderen in of net na de oorlog. En dit gaat volgens mij voor de oorlog. Duitsland 1937. Dus ik ben erg benieuwd. Deze wil ik vandaag gaan starten. Ik moet nu wel echt eerst even aan mijn blog. Want er is vandaag ook geen artikel online gekomen. Want zo druk gehad met het ziekenhuis en de dokter. Dat het gewoon even me is. Dat ik het even opzij heb gezet. Dus ik ga nu een blog schrijven. Denk twee. Eentje met een boekrecensie en een ander voor een samenwerking. En dit is een boek wat ik gisteren ontving. Van HarperCollins. De kinderen die het bos ingingen van Lina Bengst Dotter. Ik heb al eerder een boek van haar gelezen. Die vond ik erg goed. En dit is dus ook in dezelfde serie met Charlie Lager als hoofdpersonage. Dit is weer een nieuw boek waar dat hoofdpersonage in terugkomt. Ik ben heel erg benieuwd. Want ik vond die andere ook heel goed geschreven. En dat ik ook echt niet wist hoe het uiteindelijk in elkaar zat. En een heel verrassend plot, wat ik me kan herinneren. De vrouw die terug moest was dat. Dat was haar debuut. Die staat ook op mijn blog trouwens als recensie. Dan mocht je willen weten waar het precies over gaat. Dus dit is haar tweede boek dan. En daar ga ik voorlopig nog niet in starten. Want die heb ik nu nog niet op mijn TBR staan. Maar ik denk wel dat dat er eentje is die ik in ieder geval in de zomer ga lezen. Dus voor een donderdag. Dus maandag, dinsdag, woensdag. 4 dagen. Dat ik dat op mijn vingers moet tellen. Erg hè. 4 dagen. Heb ik al 2 boeken uitgelezen. Ondanks alle chaos en drukte hier deze week. Dus daar ben ik erg content mee. Ik ga aan mijn blog nu. Misschien dat ik dan nog eventjes kan lezen voordat ik op de fiets moet stappen om Thomas te gaan halen.
Mijn wasje hangt buiten. Er draait alweer een was. De vaatwasser draait dus. Ik heb gestofzuigd. Er ligt wel weer wat strijk. Maar ik heb gisteren zo lang staan strijken. Dus dat stel ik even uit tot morgen. En ik ga ook nog aan het eten beginnen. Maar dat doe ik vanmiddag. Ik ga voor het eerst lasagne maken met pompoen lasagne bladen. Dat had ik gezien op televisie. En ik dacht van dat is en veel minder calorieën en veel gezonder dan normaal koolhydraatrijke lasagne bladen. Misschien is het niet te vreten, maar dat zien we vanavond wel. Dus ik ga nu even aan die arbeid. En nou ja, tot later. Goedemorgen. Het is vrijdagochtend. Het is, even spieken, 10:50. En ik ben al lekker aan het lezen. Nog niet heel lang, want ik heb eerst even de was buiten gehangen. Ik ben op de fiets de auto gaan halen. Dus ik heb mijn beweging ook weer gehad. Maar het is stralend weer, echt. Kijk, het zonnetje schijnt helemaal. Dus dat was niet heel erg. Ik heb niet heel best geslapen. Dus ik had Thomas op de fiets naar school moeten brengen. En ik was daar echt gewoon heel, heel erg. Nou ja, ik had er gewoon geen zin in. Thomas was om 4:45 al wakker, dus die was ook niet heel erg uitgerust en fit. Dus ik dacht, nou, die heeft een dagje thuis. Amy is natuurlijk ook nog steeds thuis, die zit nog steeds heel erg benauwd met haar slijm en alles. Dus, nou ja, die is boven nu net gegaan. Ik denk dat ze even op bed gaat liggen. Thomas is boven aan het gamen. Dus ik dacht, ik neem nu even snel een tussenstand op van hoe ik sta met het lezen. Ik ben natuurlijk in Familie op de Vlucht begonnen. Ik zit op bladzijde 60 nu. En hij heeft iets van 365 pagina's, dus nog 300 pagina's. Dus ik ben nog wel even bezig. Maar ik hoop vandaag op bladzijde 150 te komen. Dus nog 90 bladzijden. Dus dat zou wel een mooi doel zijn voor vandaag. Het is nog vroeg. En ik hoef niet heel erg veel te doen van mezelf vandaag. Dus dat scheelt. En ik kreeg gisteren nog leuke post. Deze Vortex van Irsa Sigurdardottir. Nou ja, hele moeilijke achternaam. Van uitgeverij Cargo. Het eerste boek heb ik niet gelezen. Maar deze kon je gewoon loslezen, werd mij verteld. Ik ben heel erg benieuwd, want het schijnt een hele goede thriller te zijn. Dus nou ja, daar was ik weer erg blij mee. Ook kwam gisteren mijn pro-inbestelling binnen. Ik zal het even laten zien. Hele doos vol spullen. Dus dat ga ik vandaag nog wel eventjes opruimen en uitzoeken. Want er zitten wat bestellingen bij die ik even moet sorteren en zo. Dus gewoon een lekker rommeldagje. Daaronder hebben we trouwens een hut gemaakt voor Thomas. Kon hij daaronder lekker eventjes spelen. Dus gewoon een heerlijke, mooie, stralende dag met een boek en een kop thee en een paar wortels. Dus genieten, genieten. Ik ga nu weer lekker verder lezen. En ja, kijken of ik het haal. Bladzijde 150 zou mooi zijn. Meer mag altijd. Zou nog beter zijn natuurlijk. Maar we gaan het zien. Dus doei doei. Goedemiddag. Ja, deze hoek hebben jullie nog nooit gezien. En het klinkt hier ook heel erg hol. Maar ik zit in de gang even boven. Op de eerste verdieping. Daar heb ik een soort mini-kastje staan met al mijn Harry Potter boeken, J.K. Rowling en daar ook nog een beetje J.K. Rowling of Robert Cartwright. En ik dacht, het is ook weer een keer leuk. Ik heb alleen ontzettende rode vlekken in mijn gezicht. Het is ook al etenstijd geweest, het is al avond. Of tenminste, 5:30, dus het is nog niet helemaal avond, maar op zaterdag. Dus we hebben natuurlijk weer hockey gehad en ik heb snel de boodschappen gedaan. Ik heb vandaag niet heel veel gelezen. Maar ik ben gisteren toch best wel weer een stuk verder gekomen. Ik zit inmiddels op bladzijde 214. En ik vind het wederom weer een geweldig boek. Ik ben gewoon gek op de schrijfstijl van Dine Castello. Heel makkelijk, niet ingewikkeld. Maar daardoor kom je heel snel in het verhaal en leest het heel makkelijk weg. En het is ook gewoon weer aangrijpend. Het is echt een aangrijpend verhaal over een gezin, een Joods gezin. Wat net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in Duitsland verschrikkelijke dingen mee maakt. De vader wordt Koert. Die wordt aan het begin van het verhaal al opgepakt door de Duitsers en meegenomen naar een kamp. Moeder Ruth, nou ja, Ruth zeg ik maar gewoon, blijft met vier kinderen achter, moet uit haar huis, want dat hebben de nazi's en de Hitlerjugend in brand gestoken. Dus ze moet echt vluchten vanuit een raam op de eerste verdieping om zichzelf en de kinderen te redden.
En zij moet dan zien te vluchten, want ze wordt achterna gezeten. En het is een dappere vrouw die met 4 hele jonge kinderen een reis door Duitsland moet maken. Van hot naar her, overal wordt ze weer verraden en dergelijke. Ze weet niet waar haar man is, of die überhaupt nog leeft. Dus het is echt een heel aangrijpend boek. Je leest vanuit haar perspectief en uit van haar man, zeg maar. Die wordt vrijgelaten uit het kamp. Waarschijnlijk wel met een of andere list, maar daar weet hij aan te ontkomen. En hij wil zijn vrouw vinden. Dus ze reizen eigenlijk een soort van achter elkaar aan. En ik weet dus niet hoe het gaat aflopen, maar ik vind het echt een geweldig verhaal. Dus ik ga hier vanavond ook weer in verder. Dus dat is ook mijn planning voor de avond. Ik had nog iets heel grappigs. Ik heb gisteren op, was het gisteravond? Ja, volgens mij kwamen er toen wat aanbiedingen op boekenkraam.nl. Vanwege Bookstore Day of zo. En daar zag ik 3 boeken. Ik heb voor mezelf ook niet heel veel, voor mij 2 of 3 besteld. Maar voor mijn man, die is helemaal geen lezer. Die heeft volgens mij in zijn hele leven 2 boeken uitgelezen. En dat was volgens mij het boek, of 2 voetbalboeken volgens mij, van Gijp. En nog eentje. Dus ik dacht, ik zag daar het boek van Kieft. Het boek van Max Verstappen. Niet op mijn nagellak letten trouwens. En het boek over een Formule 1 boek, zeg maar. Gewoon over het Formule 1. Nou, dat vindt hij helemaal geweldig. En alle 3 voor €4,99. Ik denk, die bestel ik. Want wanneer leest mijn man? Op de zomervakantie. En ik moet zo lachen. Dit boek, The Pacific. Dat ligt denk ik al 15 jaar hier in huis. Elke zomervakantie neemt hij die mee op vakantie. Om daar af en toe eens wat te lezen. En je ziet het. Nou, het ziet er ook niet uit. Want er is ondertussen een keer koffie overheen gegaan. En elk jaar gaat het weer mee in de koffer. Hij heeft hem bijna uit. Maar hij gaat dus na afgelopen zomer. Heeft hij niks meer gelezen. En dan weet ik nu al. Deze gaat mee op vakantie. En dan gaat hij gewoon weer verder waar het is gebleven. Ik denk, je weet al niet eens meer waar het begin over ging. En vorig jaar ging hij dus inderdaad voor de staakcaravan met dat boek weer zitten. Nou, ik vind dat hilarisch. Dan denk je, doet gewoon al. Heel lang over eens een boek. En toen dacht ik, hoe lang eigenlijk? En er zit dus een boekenlegger in. Ik haal hem eruit, want het slaat toch nergens op. Ik denk, laat dat briefje eens zien. Dat is een bonnetje van iets. Dat heeft hij dus, toen hij dat boek is begonnen te lezen, erin gedaan. En dat dateert uit 2010. Hij is dus echt al bijna 10 jaar bezig in een boek. Echt verschrikkelijk. Dus hij krijgt 3 boeken waarvan ik denk, dat is makkelijker te lezen, zal meer interesseren. En die neemt hij gewoon mee, alle 3. En dan verplicht ik hem gewoon elke week, want we gaan 3 weken weg, dat hij elke week 1 boek uitleest. Want dit kan dus niet, sinds 2010. En dan nog niet eens uitgelezen. Maar ja, hè? Ik hou hoop dat er ooit nog meer mensen in mijn familie, of gezin, behalve Thomas, dat is wel een beetje een lezer. Maar ook niet overdag, dat is echt alleen in de avond en zo. Maar ik hoop gewoon dat er een keer is iemand in het gezin het ook oppakt. Maar ik vond dit wel heel hilarisch. Dus hij weet het nog niet dat ik het besteld heb. Waarschijnlijk zal hij zeggen, moet ik met boeken. Maar ik weet zeker op vakantie gaat hij er wel van genieten. Want ik denk dat het toch wel een soort van boeken zijn die hem wat meer aanspreken dan zo'n boek als dit. Met gewoon echt een heel verhaal waar hij gewoon meer moeite voor moet doen om in te komen. Ik ga in ieder geval verder in deze nu. Ik heb mijn cappuccino beneden staan. Dus ik denk, ik ga even snel een update geven van vandaag. En dan morgen nog. Zou het lukken? Morgen uitlezen? Ik hoop het, want dan ben ik weer mooi op schema. Dus tot later. Doei doei. Het is tijd om de vlog af te sluiten. Mijn haar zit echt voor geen meter. Ik heb even lekker op bed gelegen. En ik heb Familie op de Vlucht uit. Een heel aangrijpend boek. Verschrikkelijk om te lezen hoe een Joodse vrouw met haar 4 kinderen moet vluchten. En alles op alles moet zetten om maar aan de SS'ers te ontkomen. Het missen van haar man natuurlijk. Waarvan ze niet weet waar die zich misschien bevindt. Of dat die überhaupt nog leeft. Heel aangrijpend. En als je van dit soort verhalen houdt. Zeker een aanrader. Dat brengt mij deze week op het lezen van 2,5 boek. En daar ben ik toch wel heel erg blij mee. Ik heb dus Familie op de Vlucht uitgelezen. Ik heb Amalia's Erfenis uitgelezen. Daar was ik natuurlijk al wel een begonnen maandag al. Of eigenlijk zondag al. Maar die is ook uit. En natuurlijk het tweede boek in Thuis in Trinity. Uit dat hele dikke trilogie, zeg maar. Maar die ligt beneden, dus die kan ik nu niet laten zien. Deze leg ik nu op mijn gelezen stapel. En
dat is al een flinke stapel. Ik ga misschien vanavond nog beginnen in het derde boek in Thuis in Trinity. Want die wil ik sowieso deze maand uitlezen, zodat ik die hele dikke pil heb gelezen. Ik ben dus echt tevreden. 2,5 boek. Nou ja, en ook nog wel hele mooie boeken. Die hebben alle drie, vind ik ze, nou ja, zeker de moeite waard om te lezen. Dus daar ben ik blij mee. Het is toch jammer als je een boek leest en hij valt heel erg tegen. Dat vind ik dan ook weer zonde van mijn tijd. Voor aankomende week hoop ik, dat is dus nog de maand mei nog helemaal. Want het is zaterdag 1 juni. Want ik ben maandag jarig volgende week. Dus is het zaterdag 1 juni. Dus tot en met vrijdag heb ik nog om, nou ja, te lezen van mijn TBR van mij. Dat zijn er nog 5 boeken. Inclusief dan die ene uit dat hele dikke boek. Dus dat ga ik niet redden. Maar ik hoop in ieder geval aankomende week dat derde boek te lezen. Uit te lezen van Thuis in Trinity. En daarna ga ik of Het Verlaten Huis lezen van Sarah Manning. Of De Oude Magie van Mariette Aarts. Eén van die twee. En dan liggen er nog 2 eigen boeken die ik meeneem naar de maand juni. Dus ontzettend tevreden deze afgelopen week eigenlijk al hoe het gaat met lezen. En ik hoop dat ik dat door blijf zetten. Aankomende week is natuurlijk wel een week waarbij de kinderen een paar dagen vrij zijn. Amy gaat op een soort kort kamp. Ik moet dinsdag nog naar het ziekenhuis met Amy voor de preoperatieve screening. Fenna krijgt er meningokokkenprik. Amy wil nog naar de kapper. Dus gewoon allemaal weer van die kleine, nou ja, uitstapjes, zeg maar. Maar ik hoop dat er genoeg tijd is om ook lekker te lezen. Dus daar ga ik wel van uit. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze leesvlog weer. En ik blijf ze maken, want ik vind het ook echt heel erg leuk om te doen. Hieronder kan je reacties achterlaten uiteraard. Duimpje omhoog, gratis abonneren. Jullie weten het allemaal wel hoe het werkt. En nou ja, bedankt voor het kijken en tot de volgende leesvlog weer. Dus bye bye!